Hovenier, timmerman, tandartsassistenten, kapper of slager. Dit zijn allerlei beroepen waarmee VMBO-leerlingen in contact mee kunnen komen op het beroepenfeest van Herengewaard Onstage op 10 maart 2022. Onstage is een landelijk programma waarbij gemeenten, scholen en bedrijven zich inzetten voor de toekomst van VMBO-leerlingen. Doel is om deze leerlingen een betere toekomstperspectief te bieden, talenten behouden in de regio en een betere kennisoverdracht vanuit het vak naar de leerlingen. Een van de aanwezige bedrijven op het beroepenfeest is Doets Reizen. Nou, ik vind het allereerst ontzettend belangrijk om aan te geven als bedrijf dat wij VMBO'ers gewoon hele fijne toekomstige werknemers vinden. Dus ja, wij juichen dat toe. Je mag er zijn. En waarom is het voor deze leerlingen zo belangrijk dat er zoiets is als een beroepenfeest? Nou, ik denk dat het goed is voor hen om te zien dat er ook dicht bij huis hele leuke bedrijven zijn. Wij doen iets met reizen. Nou, van reizen word je heel erg blij. Dus dat is gewoon een win-win combinatie. Naast mij staan Jeanette en Remco van Blossen. Blossen is een opvang in onderwijs van kinderen van 0 tot 13 jaar. En jullie zijn net zoals veel andere bedrijven aanwezig op het Herengewaard Onstage beroepenfeest van 10 maart. Er zijn veel kansen voor VMBO-leerlingen. Wat voor kansen kunnen jullie als Blossen zijnde bieden? Nou, we hebben er heel veel. Hè. Als je begint, hè, ben je gek op kleine kinderen. 0 tot 2 jaar kun je prima bij ons terecht met baby's en kleine kinderen. Kun je leuk spelen. Nou ja, peuters, hè. Net weer even oudere kinderen. Maar misschien ook kinderen. Ja, als je naar de basisschool gaat, zie je ook, vind ik het leuk om onderwijsassistent te worden. Om naast de leerkracht te werken en samen kinderen te begeleiden, kun je bij ons in het onderwijs terecht. Buitenschoolse opvang, voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang. Ja. Ben je leuk en creatief met kinderen? Je kunt echt alle kanten op. Dus heel veel kansen die jullie eigenlijk bieden? Onwijs veel kansen, ja. En het is natuurlijk een hele betekenisvolle sector. Dus juist voor de VMBO'ers die doel zijn op kinderen en kinderen willen helpen te ontwikkelen, is het echt een hele blije, gezellige en gave sector om in te werken. En waarom vind je het zo belangrijk om aanwezig te zijn op dat beroepenfeest van 10 maart? Ik denk dat het heel goed is om de sector goed in het licht te zetten. Iedereen denkt dat je alleen maar met leerkrachten ergens gaat komen, maar de wereld is echt veel groter. En er zijn zoveel mensen en talenten nodig om kinderen te helpen ontwikkelen en te groeien tot volwaardige volwassenen. Dat ja, de VMBO-leerlingen in die zijn cruciaal voor ons. Het is dus belangrijk dat er zoveel mogelijk bedrijven aanwezig zijn op het beroepenfeest van Herengewaard Onstage op 10 maart van dit jaar. We weten nog niet of het een digitaal evenement wordt of dat het fysiek is, maar het wordt hoe dan ook een feestje. Dus geef je op via www.herengewaardonstage.nl/aanmelden en hopelijk zien we je op 10 maart. Doei!